Ja, we staan hier bij de zandsculptuur. Wat vind je ervan? Ja, supermooi. Heel gedetailleerd. Ja, ik vind het echt super knap hoe ze het hebben gemaakt. Wat valt u hier aan? Wat is er nou een eyecatcher voor u? Ik zit hier wel tegen de billen aan te kijken. Dus dat valt me nu heel erg op. Het kleine nijlpaardje. Ja, echt prachtig. Ik zag het al meer in het park. Hè. De blokken staan waar ze het uithalen. En ja, heel mooi. Supermooi. Nou ja, en mei zijn ze allemaal klaar. Maar komt er nog een keer terug? Zeker. We gaan vandaag een abonnement nemen. Goed, hè? Ja, geweldig. Heel mooi gemaakt. Ja, we zijn echt onder de indruk. Super. Ongelooflijk dat ze dat kunnen maken met een beetje zand. Ja, dus ik zou het niet kunnen. Nee. Nee, dat denk ik. Niemand kan het dan vertellen. Dat zijn de kunstenaars. Dat zijn kunstenaars, ja, werkelijk. Ik heb ze vanmorgen bezig gezien aan de andere kant, maar heel mooi wat ze maken. Ja, en in mei zijn ze klaar. Dan zijn alle sculpturen klaar. Ben je van plan om een keer terug te komen? Ja, we hebben een abonnement, dus we moeten wel. Ja. We gaan zeker kijken. Vandaag weer afgesloten. Een ja-abonnement. Ja. Dus heel blij mee. Okay. Ja. We gaan ervoor. Ja. Nou ja, we staan hier voor uw sculptuur. Want ja, het wordt een gorilla. Maar hoe kom je aan dit idee? Ik vind het jammer dat u het al verklapt heeft dat het een gorilla wordt. Want het was eigenlijk nog niet de bedoeling dat het zichtbaar zou zijn. Maar nee, grapje. Hoe kom ik aan het idee? Ik heb het als opdracht gekregen. En ja, ik voer opdracht uit. Dus ik maak al gorilla en dat doe ik dan. Hoe moeilijk is dit? Want ja, het leek me toch wel als kunstenaar. Je moet natuurlijk wel in verhoudingen werken. Ja, dat klopt. Dat is met ieder sculptuur. Of het nou een gorilla is, of dat het nou een olifant is, of een giraf. Of dat je een gebouw maakt. Of het maakt niet uit. Verhoudingen zijn altijd belangrijk in een sculptuur. Dus daar moet je aan blijven werken dat het allemaal blijft kloppen qua proportie. En daardoor heeft het tijd nodig en kun je dat niet zomaar in een dagje eventjes doen. Mensen komen natuurlijk ook in het park binnen. Krijg je ook vragen gesteld door de mensen? Ja, vragen wel. Ik heb nog geen bananen toegeworpen gekregen, gelukkig. En aan welke vragen moeten we denken? Is het alleen zand en water? Wat gebeurt er als het regent? Maakt u altijd een gorilla? Hoe lang doet u erover? Nou, eigenlijk de vragen die iedereen kan bedenken. De vragen die u waarschijnlijk ook heeft. Ja, oké. Hoe lang ben je al kunstenaar? Hoe lang doet u dit al? Ik ben in 1998 begonnen. Heb ik mijn eerste zandsculptuur gemaakt. En sinds 2005 doe ik fulltime zandsculpturen bouwen als beroep. Oké. En hoe is het hier om hier in Gaiazoo dit te mogen doen? Het is een feestje, mag ik wel zeggen. Ik ben vanmorgen hier aangekomen. Ik heb nog niets van het park gezien. Nou, behalve dan de koffieautomaat en het gorillaverblijf hier. Maar ik hoop de komende dagen nog even tijd te hebben om even rond te kunnen lopen. Misschien zelfs als er geen bezoekers zijn, dan is er wat meer tijd. Maar het is altijd mooi om eigenlijk een soort van kijkje achter de schermen te krijgen op de locaties waar wij aan het bouwen zijn. En ik zal u eerlijk vertellen, als ik vandaag de opdracht niet had gehad, had ik niet in Gaiazoo geweest. Dus het is het mes snijdt aan twee kanten op deze manier. Ja, logisch. Hoe lang ben je nog bezig? Hoeveel dagen moet ik me nog voorstellen hiermee? Dit sculptuur heb ik 5 dagen voor gekregen. Dit is de eerste dag. En na dit sculptuur ga ik nog een paar kleinere sculpturen bouwen. Dus ik ben nog eventjes hier aanwezig in het park. Ja, en dan 1 mei zijn ze allemaal klaar. En dan is het natuurlijk een feestje om te komen kijken als kijkers. Precies, dan is het een feestje. Maar ik moet ook eerlijk toegeven, het is nu ook al een feestje om te komen kijken. Want nu kunt u zien dat de sculpturen gebouwd worden. En kunt u zien dat het echt alleen maar zand en water is. En dan kunt u al de vragen stellen en dergelijke. Dus ik zou, als u de kans heeft, niet al te lang wachten en nu komen. En dan straks, als ze klaar zijn, gewoon nog een keertje. Ja, Roger, we staan hier in Gaiazoo bij de zandsculpturen. Ik heb begrepen, dus een idee wat van jou uitkomt. Ja, dat klopt. Ik doe al heel lang aan zandsculpturen maken en ik loop ook al een tijdje hier in Gaiazoo rond met allerlei klusjes en opdrachtjes. En het is nu zover. 2 jaar geleden zouden we dit evenement al laten doorgaan. Toen kwam corona. Toen is het even uitgesteld en nu is het begonnen. Nou, ik zie hier de zand liggen. Welke zand gebruiken jullie daarvoor? Ja, heel veel mensen vragen dat. En dat is natuurlijk wel speciaal zand. Maar dit speciale zand komt gewoon uit Brunsum. Het is rivierzand. Het komt uit de grond. En het speciale aan dit soort rivierzand is dat er ook nog heel veel leem in zit. Wat betekent dat het nog heel goed plakt. En als het uitdroogt ook heel hard wordt, net als klei. Dat maakt dit zand heel speciaal eigenlijk. En wat ook heel veel mensen misschien nog niet weten, is dat rivierzand, dat is
jong zand, dat is nieuw zand. Dat is nog hoekig van structuur. En strand, zand op het strand, dat ligt al duizenden jaren over die zeebodem te schuren. Dat is helemaal rondgeschuurd. Dus dat strandzand is niet zo geschikt om sculpturen te maken. Ja, dat kan me voorstellen. Mensen vragen natuurlijk ook, hoe zit het met de regen? Hoe bescherm je de sculpturen? Nou, de zandsculpturen kunnen ook heel wat regen opnemen. Dus als de zand droog is en het regent, neemt die zandsculptuur ook de regen op. Wat we ook doen is een klein laagje van vernistro verspuiten, zodat de buitenkant hard wordt. En als het dan die regendruppels op de sculptuur vallen, dat die geen putjes erin maken. Maar eigenlijk kan dat zand best heel veel regen opnemen zelf. Dus is dat meestal geen probleem. Ja, jullie zijn natuurlijk nog hier in een opbouwende fase. Is ook al bekend welke ideeën er worden uitgebeeld dadelijk in de sculpturen? Jazeker, dat hebben we van tevoren al bedacht. Ook de mensen van Gaia Zoo hebben flink zitten meedenken daarover. Er zijn 10 verhalen uitgekomen die we willen uitbeelden in de zandsculpturen. En dat gaat natuurlijk allemaal over de dieren. Over dierbehoud, andere natuurdingen. Dus dat is allemaal al bedacht. En het zijn allemaal verschillende... Hoe noemen we dat? Kunstenaars die dat zeg maar vorm gaan geven? Dat klopt, ja. We hebben 9 verschillende zandkunstenaars uitgenodigd. 8 Nederlanders en 1 man uit Canada. Dat zijn allemaal professionele zandkunstenaars die de hele wereld rondreizen naar zandsculpturen evenementen. Ja, en die maak je echt prachtige dingen. En als mensen zeg maar, hier nog doorlopen zeg maar, in de weekenden, zijn de kunstenaars dan ook gewoon aanwezig en bezig? Ja, dat klopt. 1 sculptuur is pas klaar. De tweede zal na het weekend klaar zijn. En doorgaans is er altijd wel iemand bezig met een zandsculptuur. En als het goed is, zijn we eind mei klaar met alle zandsculpturen. Dan kunnen de mensen het komen bezichten zoals het helemaal klaar is. Ja. Als ik over een zandsculptuur denk, hoe begin je? Waar begin je mee? Ja, je begint echt gewoon met een hoop zand. Dat moet goed aangestampt worden. Daar gebruiken we houten mallen voor. En in zo'n houten mal daar kunnen we laag voor laag het zand scheppen, water erbij doen, goed mengen en heel goed aanstampen. En zo bouwen we eigenlijk grote blokken zand op. En als de kunstenaars komen, die kunnen dan die houten mallen ervan weghalen. En die hebben een grote blok zand om daar iets moois van te maken. Ja, het is echt een kunst. Het is niet zomaar, je begint wat te krabben in het zand en er staat natuurlijk een neushoorn of een heel mooi beeld. Nee, er zijn mensen die hebben ook al bijna 20 jaar ervaring daarmee. Die leren iedere keer weer wat bij. Ja, dat zijn echt professionals die dat echt goed moeten kunnen, ja. Dan zei je in mei is het klaar. Hopen jullie dan, hè? Maar hoe lang hoop je dat het blijft staan? Nou, we hopen tot de herfst. Dat zal ook wel lukken. Weet je, eind van de zomer, dat halen we wel. Het is natuurlijk altijd een beetje afhankelijk van het weer. Krijgen we echt noodweer en storm, dan weten we natuurlijk nooit precies hoe het eruit ziet. Maar we kunnen altijd een beetje oplappen als het nodig is. Maar doorgaans houden die sculpturen prima.